Tijdens deze presentatie stellen we u de startnota van het Hub Woonparken voor. Tijdens deze presentatie willen we 5 punten behandelen. Eerst gaan we kijken naar wat een RUP, of een ruimtelijk uitvoeringsplan, precies is. Waarom maken we een RUP Woonparken op? Of anders gezegd, wat zijn de doelstellingen van dit RUP, is het tweede punt dat we gaan bekijken. Daarna bekijken we de woonparken zoals die er vandaag bij liggen, maar kijken we ook naar wat we er in de toekomst mee willen doen. Ten slotte kijken we ook naar het vervolgproces. Waar zitten we nu in de RUP-procedure en wat zijn de stappen die er nog zullen volgen in de komende maanden? Om te beginnen kijken we dus naar wat een RUP precies is. Een RUP, of een ruimtelijk uitvoeringsplan, is een juridisch bindend plan waarmee de overheid voor een bepaald gebied de bodembestemmingen vastlegt. Bodembestemmingen zijn bijvoorbeeld aanduidingen zoals iets is woongebied, iets is agrarisch gebied, iets is natuurgebied enzovoort. Naast die bodembestemming legt het RUP ook voorschriften vast per bestemming. Bijvoorbeeld in een woongebied kan het zijn dat een RUP stelt dat je zoveel verdiepen mag bouwen, dat je je huis in baksteen moet optrekken enzovoort. Een RUP vervangt de gewestplannen of de oude BPA's. Dit zijn plannen van de jaren 70 veelal, die niet meer echt up-to-date zijn. Daarom maakt de overheid nieuwe RUPs op om deze oude plannen te vervangen. Het onderwerp van dit RUP zijn alle gebieden die als woonpark staan aangeduid op het gewestplan. Dit zijn de zones die groen-rood zijn gearceerd op dit gewestplan. Momenteel vallen alle woonparken dus onder hetzelfde gewestplanvoorschrift. Dit zorgt ervoor dat er een weinig gedifferentieerd beleid kan gevoerd worden voor de verschillende woonparken. Sommige woonparken zijn immers meer natuurgericht, terwijl andere meer kerngericht zijn. Toch geldt voor elk van hen hetzelfde voorschrift, waardoor dat het beleid geen onderscheid kan maken op basis van de ruimtelijke karakteristieken van het welbepaalde woonpark. Op de afbeelding rechts ziet u een voorbeeldje van zo'n gemeentelijk RUP. Elke kleur op dit plan vertegenwoordigt een andere zone. Groen is bijvoorbeeld natuurgebied, rood is woongebied enzovoort. Voor elk van die zones geldt dat er bepaalde specifieke stedenbouwkundige voorschriften gelden die bepalen wat wel mag en wat niet mag in dat bepaald gebied. RUPs bestaan er op alle beleidsniveaus. Zowel de gemeente, de provincie als het gewest maken RUPs op. Telkens doen zij dat voor die zaken die op gebied van ruimtelijke ordening hun bevoegdheid zijn. Een RUP begint niet zomaar in het luchtledige. Het is de vertaling van een bestaande visie op ruimtelijke ordening. Die visie wordt neergeschreven in een structuurplan. Ook die structuurplannen bestaan er op niveau van de gemeente, de provincie en het gewest. Ook het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft dus al een visie omtrent woonparken, omtrent wonen, omtrent groen enzovoort enzovoort. Dit zal nu tot uitvoering worden gebracht in het RUP woonparken. De procedure voor de opmaak van een RUP is vrij lang en complex. Momenteel staan we nog maar in het begin van die procedure. We hebben een aantal voorbereidende fases gehad. We hebben een startnota opgemaakt. En nu zitten we aan het moment waarop we deze startnota voorleggen aan jullie, het publiek. Naast dat we de reacties van het publiek vragen, gaan we de startnota ook voor advies voorleggen aan de bevoegde provinciale en gewestelijke adviesinstanties. Ook zij zullen hun ideeën en meningen over de startnota kenbaar maken. Eens we al die input hebben verzameld, vatten we dit samen in een scopingnota en op basis daarvan zal de opmaak van het eigenlijke plan en de eigenlijke voorschriften pas vertrekken. Later in de procedure komt er nog een tweede moment waarop u, het publiek, opnieuw gecontacteerd wordt. Dit is het openbaar onderzoek. Op dit moment zal er al een voorontwerp-RUP zijn. Op die moment zal u dan opnieuw uw reacties en opmerkingen kunnen formuleren op de voorstellen die we tegen dan hebben opgemaakt. Een bijzonderheid aan dit RUP is dat naast de gemeente Schilde ook de gemeentes Schoten, Braschaat en Brecht tegelijkertijd een procedure voor de opmaak van een RUP woonparken zullen opstarten. Deze vier gemeentes hebben samen een intergemeentelijke visie
op de woonparken geformuleerd, ook in samenwerking met de provincie Antwerpen. De vier uiteindelijke RUPS zullen op maat van elke gemeente zijn, maar toch vertrekken ze vanuit een intergemeentelijk standpunt omtrent die woonparken. Waarom maken we precies nu een RUP woonparken op? Of anders gezegd, wat zijn precies de doelstellingen van dit RUP? De reden waarom we een RUP woonparken wensen op te maken, is omdat de woonparken door de jaren heen hun bijzondere problematieken wel hebben gekend. Zoals ik daarnet vermeldde, is er maar één gewestplanvoorschrift dat alle woonparken omvat. Dit gewestplanvoorschrift en de omzendbrief die daarbij hoort, bepaalt onder andere dat de woningdichtheid in de woonparken tussen de 5 à 10 woningen per hectare moet zijn. Als kaveloppervlakte wordt er een grote orde van 1000 tot 2000 vierkante meter voorgesteld. De bebouwde oppervlakte in de woonparken mag maar 250 vierkante meter zijn, inclusief de bijgebouwen, en het aantal bouwlagen moet beperkt zijn tot 2. Bovendien moet het niet bebouwde deel van een perceel ingericht worden met hoogstammig groen. Slechts 10% van dit gedeelte mag ingenomen worden door grasperken, speelruimtes, tennisvelden enzovoort. Ten slotte mogen niet-residentiële inrichtingen en activiteiten niet doorgaan in een woonpark. Dit voorschrift geldt als dusdanig voor alle woonparken. Of deze woonparken nu vlakbij een kern liggen of midden in een bos, het voorschrift blijft telkens hetzelfde. Nu is het wel zo dat er hier en daar een aantal gemeentes al BPA's en RUPS hebben opgemaakt om toch wel wat correcties aan te brengen in dat gewestplanvoorschrift, maar een echt overkoepelende visie die alle woonparken tegelijkertijd aanpakt, is er nog niet. Met andere woorden, het is nog niet mogelijk om een heel sterk gedifferentieerd beleid te voeren in de woonparken, aangepast aan de ruimtelijke specificiteiten van het woonpark op zich. Hierin willen we met dit RUP verandering brengen. Een aantal problematieken die de woonparken de laatste jaren hebben gekend, zijn dat hun ecologisch belang langzamerhand wat tanende is. De reden waarom dat de meeste mensen zo graag in een woonpark gaan wonen, is net omdat ze zo groen zijn en ecologisch waardevol. Echter, hoe meer mensen er gaan wonen, hoe meer dat ecologisch karakter onder druk komt te staan en dat groen langzamerhand begint te verdwijnen. De woonparken zijn ook sterk autogericht. Er is weinig of geen openbaar vervoer. Vaak zijn er geen fietspaden of voetpaden. En omdat er zo weinig voorzieningen zijn, bijvoorbeeld scholen of winkels of dergelijke, moeten de bewoners heel vaak in de auto springen om die voorzieningen te bereiken ergens verderop in een kern. De meeste woonparken dateren van midden vorige eeuw. De woningen in die woonparken zijn dan ook vaak sterk verouderd. Ze zijn onvoldoende geïsoleerd conform de huidige normen. En vaak zijn de woningen ook te groot voor de gemiddelde gezinssamenstelling zoals die tegenwoordig gebruikelijk is in de maatschappij. Samengevat is er een heel sterke suburbanisering opgetreden in de woonparken. Anders gezegd, ze beginnen meer en meer op een kerngebied te gelijken en veel minder op het park of het bos waar ze vroeger naar neigden. Ze beginnen dus hun unieke identiteit min of meer te verliezen. Uiteraard geldt dit voor bepaalde woonparken meer dan voor andere. Echter blijven de woonparken ook unieke woongebieden waar heel veel mensen heel graag gaan wonen, vooral dan omwille van hun belangrijke ecologische en natuurlijke kwaliteiten. De belangrijkste doelstelling van dit RUP is dan ook om die kwaliteiten zoveel mogelijk veilig te stellen voor de huidige en toekomstige generaties. Toch gaan we ook kijken naar nieuwe mogelijkheden aangepast aan de noden van de maatschappij van vandaag. Die doelstellingen kunnen we dus kernachtig als volgt samenvatten. Wat doen we met dit RUP? Wat is de doelstelling van dit RUP? De doelstelling van dit RUP is een update van de planningscontext van de woonparken, aangepast aan de maatschappelijke en ruimtelijke realiteit van vandaag, met respect voor zowel de woon- als de groenfunctie van de woonparken. Die moeten beide in harmonie hun positie kunnen innemen binnen de woonparken. Alvorens we het gaan hebben over wat we willen doen met de woonparken, gaan we even kijken naar de situatie van vandaag. Hierbinnen moeten we twee zaken bekijken. Ten eerste,
Hoe is hun ruimtelijk voorkomen? Wat zien we als we naar de woonparken zelf gaan? Wat ontdekken we allemaal? Maar ook welk studiewerk is er al rond gebeurd? Om te beginnen het ruimtelijk voorkomen van vandaag. De woonparken omvatten zowel kwaliteiten van een groen gebied als van een woongebied. Het is die bijzondere combinatie die de gebieden zo aantrekkelijk maakt voor haar inwoners. Het plangebied moeten we dus begrijpen als een structuur opgebouwd uit meerdere lagen. Een groenlaag en een woonlaag. De groenlaag is de hoofdgroenstructuur van het gebied en is de kapstok waar de ganse regio op geënt is. De woonlaag wordt gevormd door de woonparken zelf, die dankzij hun interferentie met de groenlaag een bijzonder groen en aangenaam woonklimaat scheppen. We moeten dus beide lagen bekijken om te kunnen begrijpen hoe de ruimtelijke context van het gebied is opgebouwd. Om te beginnen de groenlaag, oftewel de hoofdgroenstructuur. Dit is de laag die het gebied haar unieke kwaliteiten geeft. De technische uitleg is dat de hoofdgroenstructuur wordt gevormd door de Natura 2000 gebieden en de potentiële leefgebieden voor bijzondere doelsoorten. Eenvoudiger uitgelegd zijn dit de gebieden waarvan de Europese wetgeving zegt dat dit de gebieden zijn waarop moet ingezet worden voor natuurbehoud en biodiversiteit. Deze gebieden selecteren we als de hoofdgroenstructuur van het gebied. Naast die gebieden voegen we daar ook de verbindingen aan toe. Natuur werkt immers een beetje zoals een autostrade. Knip een stukje van de verbinding weg en het systeem werkt niet meer. Het is dus belangrijk dat de verbindingen tussen de natuurgebieden blijven onderhouden worden. Soms lopen die verbindingen langs een woonpark of doorheen een woonpark. Ook daarvoor willen we dus de nodige aandacht hebben. De tweede laag is de woonlaag. Dit zijn de woonparken zelf. De kwaliteiten die deze laag kent, kent ze omdat ze rechtstreeks verbonden is met de groenlaag. In Schilde zijn er 5 gebieden die we als woonparkgebied kunnen aanduiden. 3 daarvan, Steinhoeve Schietboog, Schilde West Hertenbos en Dreihoek, zijn relatief ruime gebieden die redelijk divers zijn van karakter. Min of meer worden ze wel gekenmerkt door een typische verkavelingsstructuur. Het grootste van die 3 is Schilde West, dat reikt van Hof ter Linde tot aan het centrum. Kleiner zijn Zonnebos en Spreeuwenberg. Beide zijn iets meer te midden het groen gelegen dan de 3 andere woonparkgebieden. Spreeuwenberg bevindt zich rondom een kasteeldomein. In dit kleine woonpark zijn nog een aantal heel waardevolle natuurelementen aanwezig. Zoals ik daarnet al zei, is er al heel wat studiewerk geweest omtrent de woonparken. Dit RUP is een logische vervolgstap in dat proces. De problematiek rond de woonparken die we daarnet hebben gezien is al langer bekend. Al meerdere jaren zijn we aan het werken aan een vernieuwd planologisch kader dat aan de hand van dit RUP zal vastgelegd worden. Ook andere instanties zijn bezig met deze problematiek, bijvoorbeeld de provincie Antwerpen. Recent brachten zij nog een brochure uit over hoe je hoffelijk voor je tuin kan zorgen als eigenaar van een perceel in een woonpark. De eerste belangrijke stap die er werd gezet in studiewerk naar de woonparken was het strategisch project Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dit kreeg eerst de titel Bebouwd Perifeer Landschap mee en werd daarna omgedoopt tot De Groene Zes. Aanvankelijk deden 6 gemeentes mee aan dit project. Praschaat, Brecht, Capelle, Schilde, Schoten en Soersel. Zij hadden de intentie om een intergemeentelijke visie omtrent enkele ruimtelijke problematieken op te gaan stellen. De 6 thema's die ze wensten te behandelen waren hernieuwbare energie, kernversterking, kasteeldomeinen, bedrijvigheid en detailhandel, open ruimte en uiteraard de woonparken. Per thema was het daarna de bedoeling om een toolkit op te stellen. Zo'n toolkit analyseert per thema het probleem, stelt er een intergemeentelijke visie voor, definieert de toe te passen instrumenten om er een oplossing op te bieden, geeft een selectie van wervende voorbeelden en werkt enkele testcases uit. Voor nog niet alle thema's zijn ondertussen al toolkits opgemaakt, voor de woonparken al wel. Dit gebeurde in 2015.
Deze toolkit omvat dus een visie op de woonparken die door de 6 verschillende gemeentes gedeeld wordt. Wat die visie precies inhoudt, zien we verderop in de presentatie. De toolkit omvat de principes waarin de overheid zich kan vinden om in de toekomst de woonparken verder te beheren. Echter schept dit nog geen nieuwe mogelijkheden naar de burger toe. Om ook de burger mee te kunnen laten genieten van de nieuwe mogelijkheden die in de toolkit worden geschetst, moet er een uitvoeringsinstrument komen. Dit is een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal de principes van de toolkit omzetten in de regelgeving die bindend is naar de burger toe en ook naar bijvoorbeeld een projectontwikkelaar toe en die dus een nieuw planologisch kader zal scheppen voor de woonparken gebaseerd op de principes van de toolkit en uiteindelijk ook gebaseerd op de principes van het strategisch project. Nu we een blik hebben geworpen op hoe de woonparken er vandaag uitzien en we weten welk studiewerk er al gebeurd is voor de woonparken, gaan we eens kijken naar welke toekomstplannen we willen realiseren voor de woonparken aan de hand van dit RUP. Anders geformuleerd, wat is de visie van de toolkit precies en wat doen we hiermee in deze RUP-procedure? Kort samengevat formuleert de toolkit een aantal ideeën. Het stelt dat de hoofdgrondstructuur heel belangrijk is. Het doet een aanzet tot categorisering, iets waar ik zelfs op terugkom. En het stelt een catalogus van strategieën voor. Samengevat is de toolkit eigenlijk een verzameling van ideeën die nog niet uitgewerkt zijn of toegepast zijn op de woonparken zoals dat die er vandaag bij liggen. Die uitwerking gebeurt in het RUP. Eerst en vooral zullen we gaan kijken naar hoe dat die hoofdgrondstructuur precies in elkaar zit. Gaan we de woonparken categoriseren en daarna gaan we er strategieën op toepassen. In het proces zoals het er nu voor ligt, hebben we enkel dat eerste stuk al volledig uitgewerkt. Het vastleggen van de hoofdgrondstructuur. Iets wat ik daarnet in het begin van de presentatie al heb toegelicht. De volgende stap is het categoriseren. Dat is iets waar we nu even dieper op in gaan gaan. De basisuitgangsvisie van de toolkit is heel eenvoudig. Ze stelt twee grote basisprincipes voor. Ten eerste het versterken van de kernen en ten tweede het versterken van de natuurlijke structuur. De woonparken maken meestal geen deel uit van hun kernen, nog zijn ze meestal een onderdeel van de hoofddelen van de natuurlijke structuur. Ze zitten er een beetje tussenin. De toolkit wil vooral de bestaande kwaliteiten van de woonparken verder benadrukken. Wonen kan er zeker, maar dan wel op niveau van het woonpark. Verdere verdichting is in principe niet aan de orde. En waar de natuurlijke structuren door of langs een woonpark lopen, trachten we die te bestendigen en te versterken. Een heel belangrijk uitgangspunt van de toolkit is dat men wil gaan richting een beleid dat aangepast is aan de eigenheden van het woonpark. Om die reden gaan we de woonparken indelen in 4 categorieën. Die categorieën gaan van woonparken die heel erg kerngericht zijn, tot woonparken die eerder iets weg hebben van een natuurgebied. Door de woonparken in 4 categorieën op te delen, is het mogelijk om een beleid uit te stippelen dat aangepast is aan de ruimtelijke eigenheid van die 4 verschillende categorieën. Een van de belangrijkste aspecten dat we willen bekijken met deze startnota is het opstellen van een methodiek voor het indelen van de woonparken in 4 categorieën. We doen daaromtrent een voorstel. Maar dit voorstel is nog niet definitief. De definitieve methodiek van categorisering zal pas vastgelegd worden na dit participatiemoment en na de volledige participatieperiode van 60 dagen, afhankelijk van de input die we hierop krijgen van het publiek, maar ook van de adviesinstanties, zal ons voorstel eventueel nog bijgeschroefd worden. We gaan uit van 4 mogelijke categorieën voor de woonparken. Kernversterkende woonparken, categorie 1, woonparken in de rand van de kern, categorie 2, woonparken in het groen, categorie 3, en fragmenten in het groen, categorie 4. Van categorie 1 tot categorie 4 evolueert dit van eerder kerngerichte woonparken naar eerder groengerichte woonparken. Categorie 1, de kernversterkende woonparken, zijn woonparken die eigenlijk eerder woongebied zijn dan woonparkgebied. Ze maken deel uit van een kern, en zijn ook moeilijk nog te onderscheiden van een kern.
Dit zijn de enige woonbare gebieden waar eventuele verdere verdichting nog mogelijk is. Over het algemeen gaat dit over zeer kleine oppervlaktes binnen de verschillende woonparkgebieden. Categorie 2, de woonparken in de rand van de kern, zijn woonparken die aansluiten bij een kern, maar er geen deel van uitmaken. Meestal hebben ze een typische verkavelingsstructuur. Groen en wonen zijn hier min of meer in balans met elkaar. Een bijkomende dynamiek is voor deze gebieden niet gewenst. Bij categorie 3, de woonparken in het groen, wordt het groenkarakter of het natuurkarakter plots overheersend. Deze woonparken zou je kunnen vergelijken met bossen waarin gewoond wordt. Vaak spelen ze een rol in de hoofdgroenstructuur, de percelen zijn meestal heel erg groot en de woningen bevinden zich op ruime afstanden van elkaar. Categorie 4 zijn de fragmenten in het groen. Deze gebieden zijn qua oppervlakte vrij beperkt binnen de totaaloppervlakte van de woonparken. In feite zijn deze gebieden echte groengebieden. Vaak komen er geen woningen in voor, soms komen sporadisch hier en daar een woning voor. Over het algemeen kan men stellen dat dit bosgebied is. Wie de toolkit erop nakijkt, zal merken dat hier al een voorlopige categorisering in werd opgenomen. Deze nemen we niet over. We hebben hiervoor twee redenen. Ten eerste stelt de toolkit zelf dat de categorisering die zij opneemt voorbarig is en nog niet in detail werd uitgewerkt. Ten tweede willen we dat er inspraak mogelijk is op ons voorstel voor een methodiek tot categorisering. Door dit nu in de startnota voor te stellen, maar pas naderhand volledig uit te werken, staan we toe dat het publiek hier opmerkingen op kan maken en dat de adviesinstanties hier advies over kunnen geven. Als feitelijke werkwijze stellen we het volgende voor. Voor categorie 1 en categorie 4 is dit vrij eenvoudig. Categorie 1 betreft die gebieden waar dat het bestuur van zegt dat verdere verdichting er nog kan. Vaak zijn dit delen woonpark die in feite eigenlijk een onderdeel uitmaken van een kern. Over het algemeen gaat dit over kleine oppervlaktes. Voor categorie 4 gaat dit over gebieden die eigenlijk echte groengebieden zijn. Heel vaak zijn hier geen woningen aanwezig. Sporadisch is hier en daar toch een woning aanwezig. We stellen hierover heel duidelijk dat woningen die aanwezig zijn binnen categorie 4 of binnen de toekomstige categorie 4 hun bouwrechten zullen blijven behouden. Het is niet de bedoeling om deze woningen zonevreemd te maken of wat dan ook. Wel is het de bedoeling om de nog niet bebouwde gebieden binnen categorie 4 zoveel mogelijk in hun natuurwaarde te erkennen. Moeilijker is het verhaal voor categorie 2 en 3. Dit zijn de categorieën die het meeste op elkaar gelijken. We hebben daarom een set van 8 criteria opgesteld aan de hand waarvan we kunnen kijken hoe stedelijk of hoe natuurachtig een bepaald woonpark is. Deze 8 criteria zijn relatie tot de kern, kaveloppervlakte, relatie tot de hoofdverkeerswegen, aanwezigheid van openbaar vervoer, aanwezigheid van voorzieningen, de biologische waardering van het woonparkgebied, de aanwezigheid van hoogstammig groen en de relatie tot de hoofdgroenstructuur. De manier waarop een woonpark wel of niet aan deze criteria beantwoordt, bepaalt of ze in categorie 2 of 3 valt. Voor een verdere toelichting hierover verwijs ik naar de startnota zelf, aangezien het om een relatief uitgebreid systeem gaat dat we voorstellen voor deze categorisering in woonpark 2 of 3. Voor de zekerheid herhaal ik nog even, de categorisering zoals ze uiteindelijk zal opgenomen worden in het RUP ligt nog niet vast. Het is mogelijk om hier opmerkingen en suggesties omtrent te geven, zodat we tot een methodiek kunnen komen die algemeen en breed aanvaard wordt. Maar wat na de categorisering? We delen de woonparken immers niet op in categorieën enkel en alleen om een categorisering te maken. We willen daar ook effectief iets mee doen. Hetgeen wat we hiermee willen doen is uiteraard een gedifferentieerd beleid binnen de woonparken te kunnen opzetten, aangepast aan de eigenheden van elk woonpark op zich. Wat die mogelijkheden dan precies zullen zijn, is iets dat onderzocht zal worden in het vervolgproces. Na de fase startnota maken we de categorisering definitief en daarna starten we met ontwerpend onderzoek naar nieuwe ontwikkelingsperspectieven voor zowel de hoofdgroenstructuur als voor de woonparken. We willen vernieuwende ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken voor zowel de hoofdgroenstructuur
als voor de woonparken. We beginnen hieraan na de fase startnota. Na deze fase kennen we de input van het publiek en van de adviesinstanties. Hiermee kunnen we aan de slag en op basis hiervan kunnen we mogelijkheden voorstellen die zoveel mogelijk beantwoorden aan wat er leeft binnen de publieke opinie en wat er leeft bij de adviesinstanties. Toch willen we al een eerste inzicht geven omtrent de richting waarin we denken te kunnen gaan werken. De ideeën omtrent de hoofdgroenstructuur zullen bijvoorbeeld opgesplitst worden naar het publieke groen en naar het private groen. Het publieke groen zijn voornamelijk de laanbomen langs de verschillende wegen in de woonparken en het private groen zijn uiteraard de tuinen van de verschillende woonpercelen. De voorschriften van het uiteindelijke RUP zullen dan vooral over beheer gaan. Hoe dienen deze laanbomen en hoe dienen deze private tuinen beheerd te worden, omdat ze hun groenwaardes zo lang mogelijk kunnen behouden of zelfs versterkt worden. Ten tweede gaan we ook kijken naar de nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden die we kunnen vastleggen voor de woonparken zelf. Hierbij willen we vertrekken van die zaken die we willen verbeteren in de bestaande woonparken. Of anders gezegd, wat de kwaliteiten zijn die we verder willen bestendigen. Ten eerste herbevestigen we dat de woonparken uitmuntende woonlocaties zijn waar het aangenaam is om te wonen. Ook in de toekomst willen we die kwaliteiten behouden en verder verbeteren. Kort gezegd betekent dit dat we het unieke aan de woonparken, met name de link met de groenstructuur, verder willen verbeteren en verder willen versterken. Toch willen we ook nieuwe mogelijkheden creëren in de woonparken. De bestaande woningen in de woonparken zijn vaak te groot, te oud en te slecht geïsoleerd om nog interessant te zijn voor een jong gezin van vandaag. Daarom willen we bekijken hoe we nieuwe mogelijkheden kunnen introduceren om dat woonpatrimonium aan te passen aan de maatschappelijke noden van vandaag. We vertelden ook al dat woonparken vrij autogericht zijn. Een uitgangspunt in het RUP zal dan ook zijn om zachte mobiliteit beter uit te bouwen in de woonparken. Vooral de bereikbaarheid van voorzieningen in de kernen zou vlotter moeten gaan voor de zachte weggebruiker vanuit het woonpark. De toolkit doet al een heel stevige eerste aanzet over hoe we die ontwikkelingsmogelijkheden voor de woonparken vorm kunnen geven. De toolkit stelt een hele reeks aan strategieën voor. Deze zijn: uitbouwen van ecologische corridors, herbebossen, herverkavelen, opgedeeld groen opnieuw bundelen, ontbossing tegengaan, beperken van verharding, cohousing faciliteren, anders bouwen of verbouwen wanneer men dat doet, en het creëren van publieke groene doorsteken. Deze strategieën zullen niet telkens in elke categorie van woonpark mogelijk zijn. Ook zullen ze aan andere voorwaarden moeten voldoen afhankelijk van de categorie waar ze in worden toegepast. Of dat is althans het voorstel zoals we het nu in gedachten hebben, maar ook dit ligt nog open ter discussie en ook hierop zijn uw opmerkingen welkom. Pas in de fase ontwerpend onderzoek, na de fase startnota, leggen we vast welke strategieën in welke categorieën van woonpark toepasbaar zijn en in welke vorm. Alleszins geven de strategieën weergegeven op deze dia al een heel goed idee van hoe de toekomstige mogelijkheden in de woonparken er zullen uitzien. Tot zover de korte inhoud van de startnota. Wat zijn nu de vervolgstappen in het RUP-proces? We toonden in het begin van de presentatie de RUP-procedure al. Dit is een vrij complex en wettelijk vastgelegd traject waar niet van kan afgeweken worden. Het rode kadertje toont aan wat er nog moet gebeuren. Dit is nog een heel traject. Alles samen kan dit een jaar tot anderhalf jaar nog duren. Belangrijk om te vermelden is dat er nog een tweede publieksmoment zal komen, tijdens het openbaar onderzoek. Tegen dat het openbaar onderzoek plaatsvindt, is er een voorontwerp van RUP. Opnieuw zal u dan gecontacteerd worden en opnieuw zal u de kans krijgen om uw opmerkingen te laten horen. Zover zijn we echter nog niet. Voorlopig zitten we bij de eerste publieke consultatie van de startnota. Wat er momenteel gebeurt is eigenlijk enkel de aankondiging van een project en een paar eerste stappen. Hetgeen er tijdens deze presentatie gezegd is geweest, is slechts de korte inhoud van de startnota. Ik nodig u dan ook uit om de startnota op te zoeken op de website van de gemeente of deze te gaan consulteren ter plekke bij de gemeente zelf.
Indien je hierop wenst te reageren, kan dat door een schrijven aan de gemeente of een e-mail.